Ik sta hier met Koenraad Kik, voorzitter van de Dorpsraad Ellewoudsdijk, bij een gebouw waarin de basisschool De Linden gevestigd was. Die school is er niet meer. Er zijn dus belangrijke voorzieningen weggevallen en we gaan kijken hoe Ellewoudsdijk daarmee om is gegaan en wat er aan vooraf ging. Wat ging er nou aan vooraf aan die sluiting van die basisschool? Nou, het is eerst helaas dat de school zich gesloten is. Als dorpsraad zagen we het natuurlijk aankomen, omdat voor de derde keer op rij, dus voor het derde jaar, werd het minimum aantal leerlingen van 23 niet gehaald. Toen heeft de dorpsraad besloten een werkgroep in het leven te roepen. En we hebben nog een grote handtekeningenactie gehouden, waar bijna iedereen in het dorp zijn handtekening onder gezet heeft. Die petitie zijn we mee naar de gemeenteraad gegaan. Die is daar aangeboden. Het heeft helaas niet geleid tot behoud van het schooltje, maar uiteindelijk heeft het wel geleid tot een oplossing. Dat we dus een dorpsbusje gepresenteerd kregen door de gemeente. De bus is eigendom van de gemeente Borselen. En wordt dus geëxporteerd door de stichting Dorpsbusje Ellewoudsdijk. 10 vrijwilligers hebben zich aangemeld als chauffeur. En verder wordt er in ieder geval jaarlijks 1 fancy fair georganiseerd om de kosten, om in ieder geval wat financiën op tafel te krijgen. Verder betalen de ouders allemaal bijdragen. Okay. Was het moeilijk om vrijwilligers te vinden voor de bus? Nee, dat was helemaal niet moeilijk. Nee, we zijn diegene die nu aan het arbeidsproces heel deelnamen, die hebben we gewoon allemaal persoonlijk benaderd. En iedereen heeft ja gezegd en iedereen was enthousiast. En is het ook leuk? Het is hartstikke leuk. Ja? Ja, het is gewoon hartstikke leuk. Gewoon leuk met de kinderen, hoe ze dan ook omgaan en ook het plezier wat ze dan hebben ook naar die andere school toe te gaan. Ja. Moest je aan heel veel formaliteiten voldoen om hier chauffeur te mogen zijn? Nee, iedereen heeft als doel gesteld dat is gewoon een VOG-verklaring, een verklaring van goed gedrag. Hebben ze allemaal aangevraagd. En we hebben een introductiedag gehad bij de gemeentewerkplaats. En ze hebben allemaal een rijbewijs? Ze hebben allemaal een rijbewijs, ja, anders maak ik er sowieso niet op. Oké. Okay. Nee. Wat is nou de rol van die bus in het op peil houden van de leefbaarheid in Ellewoudsdijk? Nou, behalve dus dat de bus de kinderen naar school brengt en weer hier thuis aflevert, kan het busje terug voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Men denkt al aan het ouderen naar de markt in Goes rijden. Bijvoorbeeld naar het theater een keer, want de lijnbus die hier voorbij komt, die stopt om 7:30 mee, geloof ik. Dat zijn toch dingen die de leefbaarheid in ieder geval weer ten goede komen. Ik heb nog iemand met wie ik hier ga praten, Sonja Steketee, moeder van een kind, of misschien wel meer. En ook betrokken bij die stichting die die bus exporteert. En ik zie Sonja aankomen. Hallo. Hey. Oh, Sonja. Hallo, Sonja. Hoi. Nou zijn er mensen geweest die zijn bezig geweest om die school toch te behouden. Dat is niet gelukt. Maar ze kwamen met een busje terug. Ja. En vervolgens ben jij in de club gaan zitten die dat busje organiseert. Betekent het dat je dat een goede oplossing vindt? Het is zeker een goede oplossing. Zeker voor het vervoer van de kinderen naar andere scholen toe. Ja, de kinderen hebben het voortreffelijk naar hun zin. Maar ja, een kind past zich toch eigenlijk heel gauw aan een nieuwe situatie. Ja, ik denk dat de ouders en de dorpelingen hier zo toch de meeste moeite ermee gehad hebben eigenlijk. In eerste instantie de kinderen ook wel. Maar nu ze er eenmaal zitten, ja, vinden ze toch plezierig.